Ja, we hebben nog een aanvullende vraag. En dat heeft te maken met dat Anne Popovich ook op de legendarische Blues Cruise in the Caribbean, oftewel in op de Pacific, uitgenodigd is. En voor de mensen die niet weten wat het is, 8 dagen lang vaart er een geweldig mooie cruiseschip met erop iedere dag het beste wat de blues te bieden heeft. En Anne Popovich speelt daar ook op. En mijn vraag is, zit je dan ook zelf 8 dagen op het schip? Is het vakantie? Nou, het is heel veel vakantie en heel veel genieten en ook heel veel spelen. Het gaat zo dat elke band speelt 4 keer in 8 dagen. Dus 4 keer 1,5 uur en de rest is een jam. Dus eigenlijk, je stopt niet met spelen, maar je hebt je eigen 1,5 uur, 4 keer programma's. Ze willen graag zoveel mogelijk liedjes horen, dus het is weer verschillende sets. Maar pas daarna begint echt de lol. En Taj Mahal is natuurlijk altijd daar. En Derek Trucks was nu net. En Susan Tedeschi hebben we. Dus ik had een vrouw jam met Susan Tedeschi en heel veel andere ladies. En wij hadden ook een, heel veel van jams. Het is een grootste en gaafste feest op de aarde. Ik ben 2 keer uitgenodigd en ik wacht voor de volgende keer. En het is echt niet te geloven hoe goed alle bands zijn. En ze vinden dat een top gig daar. Dus ze zijn heel goed voorbereid. Niemand komt met een slechte band. En het is gewoon band naar band. Het is gewoon echt jaw-dropping van goede muzikanten. En iedereen heeft een gave band. Dus het is gewoon echt genieten. En in de zon natuurlijk. En er zijn heel goed georganiseerd dat waar en ook jij bent, je hoort blues. Dus als je gewoon eventjes een uurtje wil liggen in je kamer, het is blues op de tv. Als je wil off the shore, het is blues in de club. Het is gewoon blues overal voor 8 dagen. En het is, ik kan niet iets dat met dat kan vergelijken. Dus je zou er ook voor gratis willen spelen? Ja, het is niet de bedoeling, maar het is gewoon, het is gewoon exclusief. En als je bent uitgenodigd, they take care of you very good, musicians, and that's the package, of course. Maar jij kan altijd meegaan als je wil, soms komen mensen gewoon als een support guest, gewoon een guest. En je kan genieten gewoon van de Pacific Ocean en zo, voor 8 dagen. Kortom, Bluesmoose gaat sparen voor dit bedrijfsuitje, zullen we maar zeggen.